mooie dag gingen mevrouw Doverschmidt en de theepot een stukje wandelen. Ze waren op zoek naar een mok, zodat ze een compleet setje hadden. Maar nergens konden ze een mok vinden. Toen er een voorbijganger kwam, vroegen ze het aan de voorbijganger. Heeft u soms een mok gezien voor mij en mijn theepot? Ik weet misschien wel waar zo'n mok kan liggen. Bij de prullenbak, bij al die andere spullen. Misschien ligt daar nog wel een mok bij. De vrouw ging bij de prullenbak kijken. De vrouw zocht naar een mok tussen de spullen, maar nergens was een mok te zien. Wel lag er een roze boodschappentas. Hé, een roze boodschappentas. Heb jij misschien een mok gezien? Jawel, maar dat ga ik niet zomaar zeggen. Maar waarom dan niet? Eerst moet je iets voor me doen. Wat moet ik dan doen? Ik vertel waar ik een mok heb gezien, maar dan moet jij voor mij thuis vinden waar ze mij gebruiken voor boodschappen doen. Oké, doen we. Mevrouw Doverschmidt en de theepot zoeken naar het thuis voor de roze boodschappentas. Ze vragen aan alle voorbijgangers of ze de tas willen. Na 3 pogingen wil iemand de tas hebben. De eerste voorbijganger wou de roze tas niet hebben. De tweede voorbijganger vond hem wel leuk, maar besloot hem toch maar niet te nemen. Toen kwam de derde voorbijganger en die vond hem heel mooi. Het was een boeddhistisch mensje. Dat je ons zou vertellen waar een mok lag. Een dag later. Het boeddhistische vrouwtje loopt de volgende dag weer in het park, maar nu met een roze boodschappentas. Hallo, roze tas. Ik ben zo blij met jou. Opeens komt ze een tasman tegen. Ze groeten elkaar, maar dan opeens... Geef me die tas. Wat? Is dit een overval of zo? Ik ben nog zo jong. Wat is dit? Geef me gewoon je tas. Terwijl het boeddhistisch vrouwtje... en de tasman staan te vechten, vliegt opeens de tas uit hun handen. Oh nee! De tas! Mijn tassen! Liep vrolijk verder met de roze boodschappentas. Ondertussen liep mevrouw Doverschmidt samen met de theepot naar het standbeeld, op zoek naar de mok. Kijk, mijn liefste theepotje, daar staat een mok bij het standbeeld. Mevrouw Doverschmidt en de theepot lopen naar het standbeeld. En ja hoor, ze zien een mok. Hoera, we hebben de mok. Nu kunnen we eindelijk met z'n drieën thee drinken. Hallo mok, wil je met ons mee om thee te gaan drinken? Ja, heel graag. Ik voelde me al zo alleen. En zo dronken ze thee en leefden ze nog lang en gelukkig. Einde.